Hey yo mensen, mijn naam is Kassiop en welkom. Welkom terug bij een nieuwe Black Ops 2 commentary. Niet zomaar een commentary, want Dolphin Dive en get out, motherfucker. Niet vandaag, bitch. Niet vandaag, want vandaag ben ik onverslaanbaar hier op Hijacked Free for All, want ik speel met de MP7. Ik weet niet wat er nog op staat, een of ander ding waardoor je iets dingen niet op de radar tevoorschijn komt, zo'n dildo op je wapen. Hier speel ik mee en ik gebruik hier een Semtex, hier gebruik ik een M8A1, boeien, maakt niet uit. Het maakt gewoon niet uit waarmee ik speel, want het gaat gewoon om één ding. En dat is dat ik vandaag eindelijk een nuked out heb gehaald. En voor de mensen die niet weten wat nuked out is, het is gewoon een nuclear in... hier weer een kill. Een nuclear in Free For All. Een nuclear is dus 30 gun kills zonder enige killstreak halen, zonder natuurlijk dood te gaan. En een free for all is moeilijk, want je kunt maar 30 kills maken. En ik ga hier gewoon 30-0 met alleen maar support killstreak. Holy shit, hier ging ik bijna dood. Ik speel hier met UAV, Blackbird, hoe noemt dat? V-set en EMP. En ik haal ze allemaal twee keer, denk ik zelfs. En weer een fucking dropshot. Get on my level, bitches. En het is lang geleden dat ik een Black Ops 2 commentary heb gedaan, maar toen ik deze game haalde, of ja, gewoon deze nuked out title haalde, was ik gewoon zo fucking blij eigenlijk. Of, eigenlijk niet, want het ging gewoon veel te makkelijk. Ik suk de laatste tijd in Black Ops 2. Ik ga niet zeggen ik suk, maar ik word slechter. Ik speel bijna nooit. En sinds dat ik deze nuclear heb gehaald, heb ik gewoon niet meer gespeeld. Geen enkele keer Black Ops 2 ingestoken. En dat was ook de eerste game van die dag. En daarvoor had ik 3 dagen niet gespeeld ofzo. Ik ben gewoon een geboren beast, denk ik. Ik ben gewoon een geboren beast. Maar nee mensen, je moet geluk hebben om een free-for-all nuclear te halen. Zeker, je moet gewoon de juiste lobby vinden. En gewoon op het juiste moment om de juiste hoeken gaan kijken. Zoals hier. Wow, voor de merciless man. Die zag je niet aankomen, hè. Kutkop. Maar hier is skill, je moet opletten. Ik had eindelijk eens mijn headset aangedaan. Ik had een gunnerbril opgedaan. Ik weet niet of dat echt heel veel gaat helpen. Het helpt iets, maar ik ga niet zeggen dat het een wondermiddel is. Ik ga eerlijk toegeven. Ik heb er een review over gedaan. Het helpt, maar het is niet dat je moet hebben. Iets wat je moet hebben is control freaks. Maar daar ga ik het vandaag niet over besteden. Of mijn commentary aan besteden, want het gaat om een nuclear, zoals ik al zei. Jawel mensen, en ik ga een klein beetje tips geven hoe je deze nuclear hebt gehaald. Het is eigenlijk eens... wauw, hier heb ik zoveel geluk, dat bedoel ik dus mensen. Nuclear is niet alleen een klein beetje skill, weten waar je moet kijken, maar het is ook opletten en gewoon een beetje geluk hebben dat anderen u niet zien. Want ik moet eerlijk toegeven, het was niet de meest geavanceerde of geskilde spelers waar ik hier tegen speelde. Het waren geen echte noobs, maar allee ja. Ze hadden een anderhalve linkerhand. Hun rechterhand was een beetje links, als je snapt wat ik bedoel. Allee, als je linkshandig bent, dan is dat een goed teken. Maar ik bedoel, ja, ik weet niet of iedereen hun knoppen wel te goed had weten te staan. Maar dat maakt niet uit. Want zoals ik al zei, nuclear, als je het zelf wil halen, moet je sowieso opletten. Ik had mijn headset op. Meestal speel ik gewoon zonder headset, zonder gamegeluid. Omdat ik dan gewoon 2 matchjes ga spelen die dag. Om gewoon een gameplay op te nemen voor een commentary op Black Ops 2 bijvoorbeeld. En dan zet ik gewoon muziek op. Ik let niet op de gameplay. Ik ga gewoon wat chill spelen. Als ik een goede streak haal, dan upload ik het gewoon op YouTube. Daarom dat mijn gameplays ook niet altijd 60-0 zijn. Maar gewoon een degelijke score met weet ik veel 15 gunstreak of zo. Maar hier dacht ik van, ik ga gewoon eens één keer free for all serieus spelen. Ik zette mijn headset op. Redelijk luid eigenlijk, dat ik alle voetstappen kan horen. En ik speelde gewoon tactisch. Zoals je hier ziet, ik camp niet. Dit is niet campen, mensen. De eerste die camper zegt. In de comments, echt waar. Die wring ik zijn nek om. Want als je zelf een nuclear wilt halen, Hijacked is volgens mij de makkelijkste map. Doe een beetje scumbag, gebruik die shock charges, gebruik die bouncing battery, want dat heb je zeer, zeer hard nodig als je een nuclear en free-for-all wilt halen. Altijd als ik voor een nuclear en free-for-all ging, ook al is me dat nu pas gelukt, speelde ik met een fatsoenlijke klas. Dat is de MP7 met silencer en stock is hier een attachment, geen killstreak of geen perk zoals een MW3. En ho, kijk hier, dit was zo'n moment dat ik dacht van, holy shit, ik zie het licht in de tunnel. Want kijk wat hier gebeurt. Ik kijk nog eens, holy shit, daar is iemand, denk ik toch. Er komt iemand van, jawel, ik wil die killen en ik ga toch terug weg. Ik ga eventjes schuilen, ik moet eventjes ademhalen en kijk wat hier gebeurt. Bam, bijna dood. Ik was gewoon bijna dood, die kerel wist dat ik daar lag. Dus... MP7 met stock zou je best moeten gebruiken in free-for-all. Sowieso scavenger.
toughness is zeker iets wat je kunt gaan gebruiken. En gebruik de UAV V-set sowieso en EMP helpt het alleen maar. Als je sukt, ja, begin er dan niet aan. Want nuclear en free-for-all is volgens mij de moeilijkste mode om... ja, om een nuclear te halen, free-for-all. Laat staan Search and Destroy, maar daar spreken we nu over. Maar ik bedoel, als je nog nooit een nuclear hebt gehaald, dan zou ik voor Domination gaan, voor Kill Confirmed misschien. Maar ik denk dat Domination de makkelijkste game mode is. Misschien wel Team Deathmatch, omdat er iets minder noobs zitten. Meer mensen die het niet serieus spelen, want in Domination zijn misschien wel tryhards. En sowieso een hardpoint. Dat zijn meer de MLG-geskilde spelers. Maar hier is de final kill, mensen. Holy shit, ik was niet echt blij, want ik had zoiets van, oké, we gaan rustig spelen, oké, hier heb ik een nuclear, bam! Mama, ik heb nuclear! Dat vond ik raar, want die maanden dat ik voor die nuclear af en toe wel eens ging, dan was ik zoiets van, holy shit, 15 kills, dit wordt hem! Maar hier was ik zoiets van, ah, ik heb hem, nice, oké, PlayStation afsluiten, het is genoeg gespeeld. Eén matchje, en het is genoeg voor de hele week, maar ik zie dat mijn gameplay op is. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze commentary. Laat een like achter als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, oké, boeien, maakt niet uit. Maar nogmaals, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer bij een nieuwe commentary. Dus mensen, ciao.